Vandaag heet het verhaal Een naam voor de baby. Zacharias heeft in de tempel gehoord dat hij een baby krijgt. En inderdaad, de buik van Elisabeth zijn vrouw ging steeds groter groeien. En op een dag werd de baby geboren. En dat was groot nieuws, want Zacharias en Elisabeth waren al best wel oud. De mensen waren ook behoorlijk nieuwsgierig hoe dat kindje dan ging heten. En daarop, op de naamdag van de baby, kwamen ze allemaal naar het huis van Elisabeth en Zacharias. Zo'n nieuwsgierige buurvrouw natuurlijk. Zeg, Elisabeth, hoe noem je dat kind nou? Zul je wel horen, zei Elisabeth. En zo'n oude wijze tante kwam naar haar toe. Zeg, Elisabeth, je noemt dat kind toch wel naar je vader? Zo doen we dat altijd. Jouw vader heet Saul, dus jouw kindje heet ook Saul. Nou, zegt Elisabeth, dat zul je wel horen. En als iedereen een plekje gevonden heeft in hun huis, dan gaat Elisabeth in het midden staan. Zacharias, kom je ook naast me staan? En dan begint Elisabeth te praten. Ze zegt, ik weet hoe het kindje heet. Maar het is ook altijd normaal dat de vader zegt hoe het kindje heet. Zacharias, schrijf jij zijn naam eens op, dan kan iedereen het lezen. Zacharias gaat schrijven. Hij heet Johannes. En hij laat het bordje zo zien. Johannes? Hoe kan dat nou? Johannes, Johannes. Dat is helemaal geen familienaam. Zo heet helemaal geen opa, zo heet helemaal geen oom. En ineens voelt Zacharias dat hij kan praten. Ja, zegt hij, we noemen hem Johannes. Want dat heeft de engel Gabriel in de tempel tegen mij gezegd. En het is een speciale naam, want Johannes krijgt ook een speciale opdracht. Want binnenkort wordt onze Messias geboren. En hij gaat vertellen over hoe de Messias is en hoe de Messias worden zal. De mensen zijn verbaasd. En normaal is het heel gewoon dat een kindje een naam krijgt. Maar nu gaat iedereen over praten. En zo wordt het verteld dat de voorbereider van de Messias